Mensen, heren, alle aanwezigen, ik wil graag jullie aandacht, want ik wil de duurzaam doenlezing van vandaag, 15 november 2022, wil ik aftrappen, hier in Drachten, met jullie, en jullie zijn bouw en infra, eerste jaar, met mijn collega's, met het bedrijfsleven, hier aanwezig, en met de mensen die online aangesloten zijn. Van harte welkom. Duurzaam doenlezing. Dat doen wij al vanaf 2013. En de eerste keer, ik kan me het nog heel goed herinneren, ging het vooral over installatietechniek. Degene die dat regelde was een echte installatieman en alle onderwerpen waren installatietechnisch. Nou, in de loop van de tijd, we zijn nu 2022, hebben we ontdekt dat installatie, dat is maar één invalshoek. En we hebben een integrale manier van kijken, denken, doen nodig. Dus we hebben het niet alleen over de installatie, we hebben het ook over de bouw. Dus we hebben ook heel veel duurzaam doenlezingen gehad wat ging over de bouw. En vandaag, en dat vind ik toch wel even mooi, dat wil ik ook wel even gezegd hebben, doen we een duurzaam doenlezing vanuit de infra. Want we hebben hier in Drachten tenslotte de infraopleidingen en er zijn tenslotte ook infrabedrijven om die infrastructuur, om die gebouwde omgeving heen vorm te geven. Dus hoe belangrijk is dat? Dus dat vind ik mooi van vandaag, dat we een infralezing doen en dat jullie er zijn. We hebben vandaag een spreker. Daar komen jullie voor, die zal ik zo meteen introduceren. En het thema van vandaag is, het gaat over die buitenruimte. En die buitenruimte is een bron van energie. Net zoals wij dat zijn, net zoals jij dat bent. Dus ik vraag van jullie vandaag ook dat stukje energie. Want er gaat vandaag iemand een verhaal vertellen waar je energie van krijgt. Waar je iets van kunt leren, wat ik net iemand hoorde roepen van jullie. Dus op het moment dat je hier op deze manier zit, dan... dan is duurzaam doenlezing voor mij toch wel weer een feestje, zeg maar. Ja, kunnen we dat met elkaar afspreken op die manier? Dat we vanmiddag hier zo met elkaar deze duurzaam doenlezing ervaren. Ja, mooi. Dan wilde ik jullie nog een paar sheets laten zien. Ik hou het verhaal ook kort, want jullie komen niet voor mij, maar voor die spreker. En ik kan het ook kort houden, omdat ik jullie al eerder gezien heb. Ik heb dit schooljaar zijn jullie al in het duurzaam doenhuis in Drachten, Leeuwarden geweest. En jullie zijn ook al op de bouwplaats van het nieuwe Cambuurstadion geweest. Nou, ik kan je vertellen, dat kan niet iedereen zeggen. En jullie wel. Dus dat was toch wel weer een bijzondere plek. Maar goed, waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom organiseren wij als Centrum Duurzaam namens ROC Friese Poort duurzaam doenlezingen? We doen het vandaag in Drachten, maar we doen het ook in Leeuwarden. We doen dat in Sneek, we doen dat op Emmeloord. Of op Urk, tegenwoordig noemen ze dat, maar Emmeloord. En dat doen we omdat we onderweg zijn. We zijn op weg naar het jaartal 2050. En als wij onderweg zijn, dat vraagt iets van ons. Want we kunnen altijd terugkijken, maar we moeten nu vooral vooruitkijken. En wat is er belangrijk bij het vooruitkijken? Dat woordje anders is heel belangrijk. We gaan anders kijken, we gaan anders denken, maar we gaan vooral anders doen. In de bouw, in de installatie en ook in de infra. En waarom, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ik ben erachter gekomen, en ik hoop dat jullie die ervaring ook hebben, als je anders gaat kijken, dan zie je veel meer. Dan zie je heel andere dingen in één keer. Want misschien heb je die oogkleppen op vanuit het verleden, en dan zie je alleen maar dit. Maar als je in staat bent om anders te denken, of out of the box te denken, dan zie je veel meer. Nou, houd die even vast. Dus het gaat over verandering. Dit ben jij, maar dit ben ik ook. Dat zijn we allemaal. En als we vooruitkijken, dan hebben we te maken één met energie. Dat speelt, er wordt elke dag over gesproken. Het doet nu erg pijn, want het is heel erg duur geworden. Hadden we nooit verwacht, 3-4 jaar geleden. Maar we hebben te maken met een energietransitie, noemen ze dat. We gebruiken nu fossiele brandstoffen en we gaan naar de fossielvrije wereld. Daar spelen wij op in en daar speelt ook het bedrijfsleven ook in. En ook de infrabedrijven die doen daar iets mee. Nou, de tweede gaat over grondstoffen. Grondstoffen, die produceren we, daar maken we iets van, een product. En wat we nu doen, we gooien dat weg en er is sprake van afval. Maar anders gaan we dat inrichten, opzetten, organiseren. We komen in een wereld terecht zometeen waar geen sprake meer is van afval. En we noemen dat de circulaire economie. En dat vraagt echt wel iets van ons denken. En de laatste, die is ook niet onbelangrijk, dat is gedrag. Dat ben jij en dat ben ik.
En ik ben ervan overtuigd dat wij ons gedrag kunnen veranderen. Maar de vraag is, ook van mij, wil ik mijn gedrag ook veranderen? Dus met andere woorden, wat is de bijdrage die jij als mens levert, of die jij als inframan levert, of bouwman levert in jouw werk aan die energietransitie en aan die grondstoffentransitie? Met andere woorden, die circulaire economie. Nou, daar gaan we vandaag ook een stap in zetten met onze gastspreker. Nou, ik weet één ding, hebben jullie toen ook gezegd. Jullie grote voordeel is, en vul je naam in op dat blikje, jullie hebben frisse blikken. En als je frisse blikken hebt, is het iets makkelijker om anders te denken dan wij, dan ik, die al heel lang meeloopt en die echt gevangen is, misschien is wel in oogkleppen. Dus dat is jullie grote voordeel, houd die ook even vast. Hey Dan, van harte welkom. Had ik al gezegd, ik hoop dat je inmiddels ook van harte welkom voelt hier, fysiek, met een broodje, met wat drinken erbij. Dat geldt dan niet voor die online bezoeker, maar ik hoop dat hij of zij zelf ook een lekker broodje thuis heeft van achter de computer waar je zit. En dat je zo meteen meeluistert met de gastspreker. Ik doe dit niet alleen allemaal. Ik ben dan wel het gezicht van Centrum Duurzaam, maar ik mag het samen met Olga doen. Olga is hier vandaag ook aanwezig. En als Olga er niet is, dan was ik helemaal vergeten om jullie lunch te regelen. Dus Olga die doet hele belangrijke, regelt heel veel belangrijke dingen achter de schermen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Hey, wat wij doen als Centrum Duurzaam, ik mag me elke dag bezighouden met duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie. En wij proberen duurzame avonturen te organiseren voor jullie samen met bedrijven. De duurzaam doenlezing van vandaag is daar een voorbeeld van. Jullie zijn al in het duurzaam doenhuis geweest. En wij werken met praktijkvragen van bedrijven. Misschien hebben jullie dat nog niet gedaan, maar misschien gaan jullie het nog wel doen. Wie weet. En anders trek je je docent of wie dan ook gewoon eens aan de jas, of mij aan mijn wit jasje, mag ook. En dan gaan we gewoon met elkaar in gesprek en dan kijken we hoe we jullie een stap verder kunnen helpen in ontwikkeling, in het anders denken. Dus dat doe je met elkaar, met je medestudent, met je docent en met bedrijven. Nou, even nog even een paar duurzame avonturen en dan geef ik zo meteen de gastspreker het woord. Ik heb hier een paar duurzame avonturen van de afgelopen weken. De eerste duurzaam doenlezing hebben we slim gecombineerd met de Freunen. Er is een groep bedrijven in Friesland en dat zijn vrienden van elkaar en die helpen elkaar om anders te denken en te gaan doen in die energietransitie en de circulaire economie. Vooral in de energietransitie. We hebben hier hadden we een fabrikant in het duurzaam doenhuis. En die fabrikant die gaat ons helpen om ook een stukje aquathermie toe te voegen aan die duurzame technieken in het duurzaam doenhuis. En aquathermie betekent dat we vanuit het water energie gaan halen. Heel plat gezegd. Nou, en de laatste, dat zijn technische, dat zijn smart energy studenten uit Leeuwarden. En die doen iets met licht en die maken verlichtingsberekeningen en het moet duurzaam zijn. En samen met bedrijf SPI hebben we daar een hele inspirerende ochtendprogramma georganiseerd. Dus je ziet elke keer het bedrijfsleven hierbij terugkomen. Even ter inspiratie. De laatste drie. Nou, Cambuur Stadion, daar zijn jullie geweest. Nee, dit zijn jullie niet, zie ik. Dus we komen daar wekelijks met studenten, omdat het gewoon een hele nieuwsgierige plaats is. We zijn ook in Heerenveen geweest met een groep hier uit Drachten. Dat was de woningfabriek. Van Wijnen, hè, die maken daar woningen, maar dan van beton. Die doen het allemaal prefab. En dat eerste plaatje is ook weer Cambuur. Op de bouwplaats van Cambuur komt een technische mediaruimte. En studenten uit Sneek en Leeuwarden die denken daarover na. Die komen met een idee, die werken uit een ontwerp. En afgelopen week zijn daar de eindpresentaties van geweest. En ook dan is het zo dat die frisse blikken van die studenten toch nieuwe inzichten geven aan die opdrachtgever. En dat vind ik toch wel het leuke van dit soort projecten. Nou, even een vogelvlucht van duurzame avonturen waar jullie zelf ook al aan deel hebben genomen, zeg maar. Maar goed, het gaat niet om mij, het gaat om de spreker en dat is Dennis ten Barge. En in ons midden aanwezig inmiddels. Hij is van het bedrijf Endless en hij neemt jullie mee in het verhaal de buitenruimte, een bron van energie. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik laat me graag verrassen. En nou ja, verras ons allemaal, zou ik zeggen, Dennis. We zetten zo meteen even de laptop over, van mij naar jou. En dan mag jij het spreekstokje overnemen. In ieder geval veel plezier en inspiratie. En ik hoop dat jullie ook weer op nieuwe ideeën komen.
Ja joh, dat mag allemaal joh. Wat jij wilt. Hoeft niet voor mij hoor, maar het mag. Goed, gaan we dit even overzetten. Ja, daar is hij al. Goed, ben ik goed te horen. Welkom, inderdaad. De buitenruimte, een bron van energie, dat is waar ik het vandaag over ga hebben met jullie. Om jullie hopelijk te inspireren en om ook zo naar die buitenruimte te gaan kijken. En ja, waarop dat gebaseerd is, daar gaan we gaandeweg in deze presentatie op in. Ik doe het even zo. Even kort beginnen met de voorstelronde. Mijn naam is dus Dennis ten Barge. Ik ben inmiddels bijna 17,5 jaar werkzaam bij Roelofs. Ik weet niet of Roelofs bekend is. Roelofs is het bedrijf wat actief is in de infra, in de openbare ruimte, grondweg en waterbouw. Bijna heel Nederland inmiddels wel. Vanaf het allereerste advies en ontwerp, we hebben ook een eigen ingenieursbureau, tot en met realisatie en ook beheer en onderhoud op langere termijn. Nou, en dan de openbare ruimte, de buitenruimte in de breedste zin van het woord, van ondergrondse regulering tot de bovengrondse inrichting, tot groen en alles wat daarbij komt kijken. Daarbij sinds ongeveer 2,5 jaar dus in aanraking gekomen met Endless Energy. Dat is een dochteronderneming van Roelofs samen met Structon. Structon civiel dan in dit geval, dus net als ons actief in die openbare ruimte. Op het moment is dat part-time en eigenlijk dus algeheel bedrijfsleider, maar ook projectleider voor de projecten die daarin lopen. Roelofs en Structon dus, de moederbedrijven noem ik het maar. En voor onze projecten werken wij daar verder samen met partners. Ik werd net al even gezegd, het gaat om de openbare ruimte, dat klopt. Maar bouw- en installatietechniek maken er zeker onderdeel van uit. Nou, dat is kennis die wij niet altijd zelf aan boord hebben. Dus vandaar dat er ook partners worden ingeschakeld. Momenteel zijn we dus bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling in kunstgras sportvelden. Nou, daar is bijvoorbeeld Antea Sport aangehaakt. En in de projecten waar het gaat om energievoorzieningen, werken we het liefst samen ook met lokale energiecoöperaties. Dat heeft met een stukje zeggenschap en inspraak te maken. Dat we dat zo dicht mogelijk bij die afnemers houden. Even het programma. Ik wist niet exact wie hier nu allemaal zaten en wat de achtergrond was. Dus ik begin even met wat basisachtergrond. Die wel even van belang zijn om het systeem wat wij hebben te kunnen bevatten. Een stukje achtergrond over Endless algemeen en wat innovaties, ontwikkelingen waar we dus op het moment mee bezig zijn. En dan specifieke aandachtspunten als het gaat om die buitenruimte als bron van energie te gaan zien. Zowel technisch, maar ook zeker organisatorisch heeft er natuurlijk nog wel wat voeten in de aarde. Wat algemene principes als we het hebben over die energietransitie, wat net al zeggen, richting 2050. Als je het hebt over energie, dan is dat grofweg onderscheid in elektriciteit en warmte. Wij richten ons vooral op warmte. Dat heeft met de basis te maken waar we wegkomen. Maar ook ongeveer als je het kijkt qua kosten en energieverbruik, zit 70% van dat verbruik gaat ook over warmte. Dus het verwarmen van gebouwen en woningen. Even deze verschil tussen temperatuur en warmte. Een klein voorbeeld hier met dit kopje en de emmer. Een klein kopje van 80 graden heeft een hogere temperatuur. Maar een emmer van 50 graden bevat meer warmte. Dat heeft met de volume maal en temperatuur te maken. Dus als we verderop in dat verhaal het over warmte hebben, dan hoeft dat niet altijd van hele hoge temperatuur te zijn. Dat is waar het even om gaat. Warmte en koude hebben altijd een natuurlijke neiging om zich uit te wisselen. Een simpel voorbeeld is een vloerverwarming. Daar stroomt warm water doorheen, de ruimte erboven is kouder. En door die uitwisseling krijg je dus in zo'n ruimte op een aangename temperatuur. Waarbij je dus ook nog isolatoren hebt die daar een vertragend effect op hebben. Een heel simpel voorbeeld, een thermosfles, een dubbele wand met een vacuüm, dat is ook de beste isolator. Dat zorgt ervoor dat die neiging tot uitwisseling vertraagd wordt, dus dat je daarin de
vloeistof, in dit geval langer warm houdt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de isolatie van woningen. Dus hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe makkelijker die op temperatuur is te houden met minder energie. Het systeem waar wij dus vanuit wegkomen en nog steeds onder onze hoede hebben, die asfaltcollector. Dat is gebaseerd op zonnecollectoren. Zonnecollectoren zijn eigenlijk leidingen waar vloeistof doorheen stroomt, die wordt opgewarmd door de zon. Dus je maakt gebruik van een onuitputtelijke gratis bron om die temperatuur te verwarmen en dan nuttig toe te passen. En dat doen we in combinatie met bodemwarmte. Als je een doorsnede hebt van de aardbol, hoe dieper je komt, hoe warmer het wordt. Waar wij ons op focussen is grofweg de bovenste 200 meter. Dus dat zit je op een diepte waar de invloeden van buitenaf niet meer zo relevant zijn. Maar waar je een constante temperatuur hebt van om en nabij de 12 graden. En de laatste, even een basisachtergrond wat relevant is, is de werkte van een warmtepomp. Ons systeem werkt dus met een warmtepomp om die warmte van een bepaalde temperatuur op te hogen naar de temperatuur die nodig is voor de afgifte in je gebouw. Je hebt verschillende typen warmtepompen. Grofweg werken ze allemaal met een warmtebron van buiten. Dus dat kan buitenlucht zijn, een luchtwarmtepomp. Dat kan water zijn uit de bodem of aquathermie, wat net bijvoorbeeld al genoemd. Of bodemwarmte, nou ja, of dus een combinatie van die factoren. En grofweg, afhankelijk van de efficiëntie, is het zo dat drie vierde deel is een bron van buiten. Er is altijd een deel, een energiebron nodig in de vorm van stroom, elektriciteit, om dat op te hogen naar de gewenste temperatuur. Wat daarbij van belang is voor de efficiëntie, dus hoeveel stroom verbruikt hij nou werkelijk, is dat daar een verhouding zit in de aanvoertemperatuur en de afgiftetemperatuur voor je verwarming. En hoe kleiner dat verschil is, hoe efficiënter zo'n warmtepomp werkt. Dus als je het kan doen met grondwater wat een constante temperatuur van 12 graden, wat opgehoogd moet worden naar 40, is dat verschil ten eerste altijd constant, maar ook niet zo groot. Als ik een luchtwarmtepomp heb en het vriest buiten min 5, dan is dat mijn bron en moet ik van min 5 ophogen naar 40 graden, zal die op dat moment wat harder moeten werken. Komt de buitentemperatuur boven die 12 graden, dan werkt die natuurlijk weer net iets minder hard. Waarbij wel geldt dat de moderne, wat beter geïsoleerde woningen eigenlijk pas ook een warmtevraag hebben om en nabij die 12 graden. Ja, waarom is Endless Energy nou opgericht? De techniek van asfaltcollectoren, dus zo'n collector wat ik net liet zien, toepassen in een asfaltverharding, omdat die asfaltverhardingen die worden ook warm door de zon en door de buitenlucht, om die warmte daaruit te onttrekken, toe te passen middels een bodemopslag voor de verwarming van gebouwen. Die techniek is om en nabij de 20 jaar geleden al ontwikkeld en doorontwikkeld ook. Dat is gebeurd bij Ooms in Noord-Holland. Ooms is inmiddels overgenomen door Structon. Vandaar dat Structon dus ook een van de moederbedrijven van Endless is. Die techniek bestaat al. Het ligt al op een aantal plekken in Nederland ook. En de oprichter van Endless, die komt niet bij Roelofs en Structon weg, maar die liep daar in zijn werk tegenaan, tegen die techniek. En die dacht, hey, dit is eigenlijk een hele mooie techniek. Vanuit de energietransitie een heel hot item, maar het ligt nog niet overal. En waarom is dat niet? En zijn conclusie was eigenlijk van, de techniek is wel goed, het zit meer aan de organisatiekant. Je kunt je dus voorstellen wat ik net zei, zeker als je de openbare ruimte wilt gaan gebruiken als die bron van energie, heb je enorm veel stakeholders. Dat visualiseert dit figuur. Aan de technische kant, je hebt een infrabedrijf nodig voor de aanleg, voor het ontwerp. Je hebt iemand nodig voor die bodembron, je hebt iemand nodig voor je leidingen. Je hebt nog iemand nodig die verstand heeft van de verwarming in gebouwen. Van welk systeem is daar, welke warmtepomp heb ik nodig. Daar heb je allemaal al partijen, maar dan heb je ook nog aan je opdrachtgeverskant. Je wilt bijvoorbeeld een stuk weg gebruiken waar je een functie aan toevoegt. Daar moet de wegbeheerder wat van vinden, je zit met vergunningen. En je hebt ook nog eens afnemers, afhankelijk van hoeveel dat er zijn, heb je dus heel veel partijtjes die met elkaar te maken hebben. Waar allerlei afstemming tussen plaats moet vinden. En je merkte zeker vanuit het verleden dat er toch iets meer in hokjes gedacht werd. Zowel aan de technische kant, aan de bouwerskant, maar ook aan de gemeentelijke kant zeker. En dat geldt nog steeds wel een beetje. De gedachte was, als wij nou daar kartrekker in zijn, hoofd aannemen, coördineren de partij, het is net hoe je het wil zien. We zorgen dat wij die kennis hebben voor die aanleg, ontwerpen, beheer en onderhoud en ook in de exploitatiefase. Dan maak je die drempel veel makkelijker. Het kan via één centrale partij allemaal geregeld worden. En daarbij een stukje ontzorging. Waarbij
ja, het systeem waar wij het over hebben, waar ik zo nog even in een plaatje wel iets meer toe zal lichten, dat vergt ook aan het begin wel een hoge investering. Die investering verdient zich wel terug in de loop der jaren, zeker met de huidige gasprijzen. Omdat je dus, als het eenmaal ligt, eigenlijk een gratis onuitputbare bron van energie hebt. Alleen het moet wel eerst worden aangelegd en dat vraagt een best hoge investering. Vandaar dat we ook zeggen, ook daar kunnen we in ondersteunen door bijvoorbeeld deels of volledig die voorfinanciering op ons te nemen. Waarbij dus de afnemers gewoon een periodiek bedrag betalen voor de afname van warmte. Net zoals ze nu betalen aan hun gasleverancier. Behoefte is er zeker, we hebben het net al gezegd, hè, de energietransitie, volledig gasloos in 2050. Dus er staat heel veel te gebeuren nog. Ik denk dat we er allemaal nog heel druk mee worden. In de energietransitie hebben gemeentes, overheden, provincies hebben energiestrategieën opgesteld. Van hoe kunnen we nou in welk gebied op de beste manier naar die gasloze samenleving. Nou, daarin zie je al wel dat voor 30-35% van de totale wijken, gebouwen, eigenlijk wordt gezegd van daar is iets van een warmtenet nodig om daarin die overstap te maken. Alleen dat gaat nog uit van een traditioneel warmtenet, wat vaak geënt is dus op een restwarmtebron van de industrie, et cetera. En eigenlijk zeggen wij, oké, dan is die 30-35% is al mogelijk. Maar als je dus naar die buitenruimte gaat kijken, wat ik net zei, van eigenlijk ligt overal wel een bron. Vergelijk het een beetje met aquathermie, alleen je hebt niet overal water, je hebt wel bijna overal wegen. Dan heb je veel meer locaties waar je kleinschalig een lokale bron kan toepassen. Dus die behoefte is er al en wij denken met de kennis van dat dit ook mogelijk is, want die was er een paar jaar geleden, in ieder geval bij de opstellers van die strategieën nog niet, is die potentie alleen nog maar veel groter. Daarbij geloven we wel in, de kracht zit hem wel in, je hebt een bepaalde omvang nodig, ook om het met name financieel aantrekkelijk te maken. Dus je hebt een kleinschalig collectief, maar wij geloven ook wel, hou dat vooral wat kleinschalig. Dus dat ook die betrokkenheid er is vanuit de afnemers, dat ze inspraak en zeggenschap hebben en niet zijn overgeleverd aan, er wordt hier een lokaal warmtenet ontwikkeld en kijk maar wat er gebeurt. Ook die urgentie zal alleen maar toenemen, dat merken we gewoon het afgelopen jaar. Geopolitieke ontwikkelingen, gasprijsschommelingen, leveringszekerheden. Het voordeel van dit systeem is dus van, je kunt gewoon voor zolang als het er ligt, heb je eigenlijk nagenoeg geen onvoorziene factoren van buitenaf waar je van afhankelijk bent. Wat ik net schets, dat past eigenlijk ook in de vijfde generatie warmtenetten. Als je kijkt naar vormen van warmtenetten, dan zijn die er al meer dan 100 jaar. Dit grafiekje geeft een beetje weer van de eerste generatie, de vijfde generatie. Het grootste verschil zit hem in de temperaturen worden steeds lager en de efficiëntie steeds hoger. En dat heeft dus mee te maken, wat ik net zei, van warmte gaat niet per se om hoge temperaturen, maar gaat om die energie wat erin zit. En dan is het qua energie is het zo efficiënt mogelijk om die bronnen en die temperatuurophoging, om dat zo dicht mogelijk, of de bron zo lokaal mogelijk, maar die ophoging naar die afgiftetemperatuur zo dicht mogelijk op de afnemers te doen, waardoor je zo efficiënt mogelijk werkt. Dit gaat ook wat meer uit van bijvoorbeeld onderling lokaal uitwisselen van energie. De ene heeft op een bepaald moment wat over, de andere heeft nodig. Daar kun je allemaal veel slimmer organiseren dan één groot landelijk centraal net en voorziening. Er zit ook een stukje groeimodel in. Je kunt dat eerst zo'n modulair systeem maken. Het gaat erom dat het maar in balans is. Dus als je ergens iets aanlegt en in de toekomst komt er behoefte bij, dan kun je er een bron bij pakken of overschot van een bepaalde partij. Dus zo kun je dat ook wel steeds uitbreiden, mocht je dat willen. En een belangrijk voordeel ook wel van die wat meer lage temperatuur warmtenetten. Eigenlijk spreek je dan soms ook over een bronnet, omdat je het dus hebt over rond de tussen de 12 en 20 graden aanvoertemperatuur. Is dat als je dat op de juiste manier aanlegt, zou je het ook kunnen gebruiken voor koeling. En koeling wordt steeds relevanter nu de gebouwen steeds beter geïsoleerd worden. Bij nieuwbouw is het zelfs vanuit de BEN-norm een vereiste. Zomers zijn die gebouwen zo geïsoleerd dat als die warmte er eenmaal in zit, dan gaat die er slecht uit. En is er meer een koelbehoefte. Eigenlijk als je het slim aanlegt en organiseert, kun je zo'nzelfde systeem met die koppeling met de bodem ook gebruiken voor het koelen van gebouwen. En dat is dan niet als een airco dat je direct heel veel koude lucht echt ervaart, maar je topt hem wel met 5, 6 graden, kun je de binnenruimtetemperatuur daarmee naar beneden brengen.
Nou, en hij staat een tijdje op de stapel. De warmtewet 2.0. Nu kennen we eigenlijk in Nederland nog niet heel veel van dit soort lokale, kleinschalige systemen. Veel van de kenners die er verstand van hebben, noem ik het maar, denken wel dat het daar wat meer naartoe gaat. Wat meer decentrale, kleine lokale netjes. Scandinavië is dat al veel gebruikelijker bijvoorbeeld. Maar qua wet en regelgeving matcht dat nog niet altijd met elkaar met hoe wij het nu gewend zijn. Nou, de verwachting is in die warmtewet 2.0 die er... Ja, hij komt, wat al een tijdje zegt dat hij eraan komt, maar volgens mij is er nu de laatste stand van zaken ergens volgend jaar, dat hij ook wat meer inspeelt op dit soort ontwikkelingen. Wat ik al zei, we komen weg vanuit de techniek om warmte te winnen uit asfalt, de openbare ruimte als achtergrond. Nou, als je dan met allemaal mensen aan tafel zit met die achtergrond en je denkt van ja, die zon, die buitentemperatuur, die valt op asfaltoppervlakken. Maar als ik naar buiten kijk, hè, buiten de gebouwen om, zie ik nog veel meer in die openbare ruimte of in die buitenruimte. Wat kan ik daar nog meer dubbelop van benutten? Er zijn een paar ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Kunstgras sportvelden, de meest relevante. Daar kom ik zo nog even op terug. We kijken bijvoorbeeld ook naar overige verhardingstypen. En waar we bij asfalt dan een laagje, zeg maar, onzichtbaar wegwerken in de constructie en bij die kunstgras sportvelden, kun je natuurlijk ook denken aan dit soort voorbeelden, de zonnecarports boven parkeerplaatsen, boven fietsenstallingen. Dus voeg eigenlijk een laagje toe aan mijn openbare ruimte. Waarbij eigenlijk voor alle dingen die wij doen ook een extra voordeel geldt. Het is onzichtbaar geluidloos weggewerkt. De solar carports dan niet onzichtbaar. Maar ze hebben wel een extra meerwaarde. Asfalt, nou, misschien jullie wel bekend, dat wordt verwerkt onder hogere temperaturen. En dat hard uit naarmate het afkoelt. Nou, je merkt bijvoorbeeld op die warme zomerse dagen dat het asfalt, doordat het zo warm wordt, wordt het weer enigszins plastisch. Waardoor je soms die spoorvorming krijgt. In die systemen van asfalt wat er liggen, is dat een paar jaar lang gemonitord. En daar is eigenlijk gebleken dat als je die temperatuur dus door die warmte eruit te onttrekken, constant houdt, dan wordt dat minder vloeibaar en gaat je constructie eigenlijk langer mee. Dus het heeft een positief effect op je constructie. In die tijd van die onderzoeken was dat dan niet een issue, maar je kunt ook nagaan, die warmte wat niet terugkaatst, dat draagt ook niet bij in de algehele opwarming, zeker binnenstedelijk, hè, de hittestress, wat je tegenwoordig wel eens hoort. Bijkomend voordeel, nou, dit grafiekje is dus die ontwikkeling van kunstgras sportvelden. Daar is ook een keer gemeten, degene die sport op kunstgras, die zal het ook wel kennen. Op warme dagen wordt het daar gewoon echt heel warm boven. Dit was een dag dat het qua temperatuur dus 30 plus was. En je ziet eigenlijk boven zo'n kunstgrasveld dat het haast vergelijkbaar is met asfalt. Dat het boven de 65 graden wordt. Nou, dat is allemaal warmte die eigenlijk waar niks nuttigs mee wordt gedaan. Plus dat het ook nog eens gewoon niet prettig is om daar boven te sporten op zo'n moment. En eigenlijk ook misschien nog wel zelfs slecht voor je gezondheid. Even kort samengevat, waar wij wegkomen is in de basis dus dit systeem met asfalt. Hoe het nou werkt. Je kunt het vergelijken met een omgekeerde vloerverwarming. Je legt leidingen in die asfaltconstructie, maar in plaats van dat ze warmte uitstralen om iets te verwarmen, daar zou je het ook voor kunnen gebruiken. Maar werkt het eigenlijk andersom, dat op warme dagen stroomt er een koudere vloeistof doorheen en die onttrekt dus die warmte daaruit. Omdat op die warme dagen zal de vraag naar warmte niet groot zijn. Dus je hebt een opslag nodig om dat toe te passen, hè, in de wintermaanden wanneer je het wel nodig hebt. In de basis werkt het dus met een seizoensbuffer, heb ik hem even genoemd. Dat is trouwens wel een onderdeel dat in eerste instantie om dat drempelbedrag te verlagen zou je dat ook nog modulair kunnen doen. Dus als je zonder bron werkt kun je rechtstreeks aan je warmtepomp ook die collector koppelen. Daar kun je toch in het voor- en najaar al zo'n 60% van jouw warmtepompuren daarop draaien. Dus een soort hybride systeem waarbij je in de wintermaanden dan nog met je cv-ketel bijverwarmt. Als je helemaal gasloos wil, heb je dus die seizoensbuffer nodig. Dat is puur het moment van vraag en aanbod over het seizoen op elkaar af te stemmen. De systemen die er liggen, dat is vooral met WKO's, warmte-koude opslag, wat ik net zei, tot ongeveer 200 meter diep. Dat maakt gewoon gebruik van grondwater. Dus dat is een open bron. Waarbij geldt dat die balans dus heel belangrijk is. Als je uit zo'n bron alleen maar warmte onttrekt, dan gaat die op een gegeven moment afkoelen, misschien zelfs bevriezen. En daardoor gaat die bodembron minder goed werken. Dus wat wij met die collector doen, is die bron meer in balans brengen.
Als je het hebt over zo'n vijfde generatie warmtenet, dan kan er in plaats van een collector natuurlijk ook een lokale uitwisseling plaatsvinden. Een bedrijf dat hoog warmteoverschot heeft, kun je ook slimme dingen mee doen. Nou goed, wij focussen ons in eerste instantie vooral op die buitenruimte. Nou, je hebt een paar plekken waar die bron niet mag vanwege of niet kan, vanwege de bodemgesteldheid, vanwege vergunningsvoorwaarden. Nou, daar zijn andere systemen mogelijk. Je hebt dichte bodemlussen, maar ook tegenwoordig die opslagsystemen voor warmte, die ontwikkelen zich ook razendsnel. Dus daar zijn allerlei variaties in mogelijk. Dan heb je altijd een stukje distributie nodig van onderdeel 1 en 2, dus naar je afnemers toe. Nou, dat is maar net hoe je het systeem vormgeeft, of dat je bijvoorbeeld aanzet op een bestaand systeem. Dat kan onder lage temperatuur zijn, kan ook onder hogere temperatuur, dus rond de 40 graden zijn, waarbij je het centraal opwarmt naar die hoge temperatuur. Gevolg is wel, dan moet je dus met geïsoleerde leidingen werken. Nou, die vragen ook onder andere bijvoorbeeld wat hogere aanlegkosten. Net iets ander systeem, maar het kan allemaal. En als laatste punt is eigenlijk dus de afgifte in het gebouw. Nou, dat gaat dus met een warmtepomp. Of als je dus onder hogere temperatuur naar dat gebouw gaat, een afleverset heet het dan. Dat is eigenlijk waar wij ons bij Endless op richten, die vier onderdelen. Het gebouw zelf heeft natuurlijk ook een hele grote bijdrage. Hoe ziet je systeem daar eruit? Hoe goed is het geïsoleerd? Nou, daar hebben we wel contacten, hè, wie daar verstand van hebben. Maar ja, wij focussen ons toch vooral op alles buiten het gebouw, grofweg. Kunstgras noemde ik net al even. Waardoor die gedachte kwam van, hey, dat kan wel eens een interessant medium zijn om ook te gebruiken als collector. Het zijn grote oppervlakten. Ze liggen vaak dicht bij in woonwijken, dicht bij de afnemers. Dus vandaar dat we daar ook in eerste instantie ook vooral op de voetbalvelden hebben gericht. Daar liggen er de meeste van en die zijn de grootste qua omvang. Samen met de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Sport Innovator zijn we daar een pilot traject ingegaan. Hebben we een klein veldje aangelegd, ongeveer 15 bij 20 meter. Dus dat is qua bespeelbaarheid, is dat, ja, 2 tegen 2, 3 tegen 3, dan houdt het wel op. Het is echt een trapveldje. Maar we hebben dat gedaan omdat wij eigenlijk vier varianten qua opbouw wilden bekijken. Van kunnen we nou die theorie die er zijn en op kleine schaal al wel labtechnisch was aangetoond, kunnen we die nou waarmaken? Waarbij we dus dat veld aanleggen met vier compartimenten aan hebben gelegd. Om te kijken van welke levert nou de meeste energie op. Maar uiteindelijk is ook belangrijk, het blijft een sportveld. We voegen een functie toe. Dus ook sporttechnisch moet het natuurlijk voldoen. Nou, dat kunnen we in een lab, wordt dat getest op 1 vierkante meter. Maar om dat goed te testen heb ik altijd iets groter formaat nodig. En zeker niet onbelangrijk, je wilt ook de ervaringen weten. Degene wie zelf sport en zeker voetbalt, weet denk ik ook wel van ja, als een veld eenmaal bekend staat als ja, dat is geen prettig veld, dan heb je nog wel de hele wereld te winnen. Dus ook die sporters hebben we erin betrokken van hoe hebben zij dit veld nou ervaren. Die proef is inmiddels afgerond. We werken nog aan de afrondende rapportage. Maar eigenlijk zijn die bevindingen super positief. We hebben een energieopbrengst gemeten van in de collector dan van ongeveer 1,2 gigajoule per vierkante meter per jaar. En als ik even weer terug ga naar dat plaatje, naar het hele systeem en hoe een warmtepomp werkt, kun je dit dus vergelijken met het totale systeem. Dat is vergelijkbaar met 50 kuub aardgas wat een cv-ketel nu verstookt. Ja, als je dan weet dat een voetbalveld bijna 7000 vierkante meter is, dan heb je het nog wel over een hele bak energie natuurlijk. We hebben ook daar gekeken, hè, naar het verwachte positieve effect boven het veld. Die opwarming. Nou, op die warme dagen hebben we nu tot ongeveer 10 graden verschil wel gemeten. Dus ook al wel redelijk. Maar waarbij geldt dat wij deze proef had een bepaalde samenstelling die wij in het definitief systeem nog slimmer kunnen maken, nog beter kunnen maken. En we eigenlijk die beide varianten nog denken dat dit wel de minimale waarden zijn. Dus dat er nog meer uit is te halen. Dat gaan wij dus doen. Het vervolg van deze proef, hij was in twee fasen geknipt. Deze ronden we nu af. En de volgende fase is om ergens volgend jaar een groter formaat veld aan te leggen met het meest optimale systeem. En die dan weer opnieuw te testen. Maar ook deels is de bedoeling om hem toe te passen ook in het totale systeem aan de afgifte aan een gebouw. Om eigenlijk dat totale systeem een keer goed te testen. Sporttechnisch waren er nog wel wat aandachtspunten die we inmiddels ook alweer wat hebben doorontwikkeld en toe willen passen in die vervolgfase. Nou, waarbij ook geldt dat elke sport heeft natuurlijk zijn eigen specifieke eigenschappen waar het aan moet voldoen. Dus per sport
moeten wij dat fine-tunen. We hebben hier samen ook gewerkt met de Universiteit Twente. Het mooie is wel, die hebben op basis van de metingen die we hebben een computermodel samengesteld waarin we eigenlijk alle variaties die er zijn, alle variabelen in kunnen voeren. En dus niet elke keer dat wij voor een nieuwe sport dit willen doen, een hele pilot op moeten tuigen. Maar eigenlijk op voorhand al goed inzicht kunnen krijgen in die energieopbrengst die een bepaald veld voor een bepaalde sport gaat geven. Die verwachtingen zijn dus heel hoog en ook heel positief de ervaringen. Uiteraard zijn er ook gewoon wat aandachtspunten. Als ik het heb over de techniek. Bijvoorbeeld van die asfalt. Ja, die techniek bestaat al heel lang. En toch merk je nog steeds veel terughoudendheid daarin. Het heeft met name met angst van wegbeheerders te maken. Je gaat iets toevoegen aan een functie die er al is. Dus de wegbeheerder van asfalt is bang. Ja, maar hoe zit het nou met mijn onderhoud? Hoe zit het nou als ik met mijn kabels en leidingen of rioleringen doorheen moet? Het meest voorkomende onderhoud aan een asfaltweg is de deklaag. Nou, het systeem is er zo opgemaakt dat die kan sowieso zonder hinder worden gedaan. Waarbij ook nog geldt wat ik net zei, dat de asfaltconstructie wordt eigenlijk beter. Dus in zijn totaliteit zal er ook minder onderhoud nodig zijn. Als er onderhoud nodig is of er moet een keer gekruist worden met kabels, leidingen, riolering. Het is allemaal een oplossing voor te bedenken. Tijdens de knapsonlading. Ja. Ja. Nee, het is twee dingen. Wat ik zei, 20 jaar geleden is begonnen met ontwikkelen. Het uiteindelijke product wat eruit komt is een kunststofmat, kunststofleiding en een speciale asfaltlaag waar het in ligt. En die is dus uitvoerig getoetst op twee dingen. Je hebt die hoge temperaturen van het asfalt waar die aan tegen moet kunnen. En met name die walsbelasting. Als die er eenmaal in ligt, door druk van bovenaf, er komt zelfs nog een andere laag overheen, kan daar feitelijk niks mee gebeuren. Mocht er wel door een calamiteit of zoiets heel geks gebeuren. Nou, dan zie je hier, het zijn allemaal slangetjes, allemaal losse compartimentjes, die afzonderlijk open en dicht te zetten zijn. En in zo'n systeem zit gewoon slimme meet- en regeltechniek. Dus als ergens druk wegvalt, wordt het ook heel snel gesignaleerd. Maar nogmaals, die kans is ook echt heel gering. Maar het zijn wel allerlei vragen die inderdaad wel opdoeken en waar je ook gewoon serieus naar moet kijken. Want ja, het kan altijd voorkomen. Het is allemaal eigenlijk wel op te lossen. Maar het heeft ook een beetje een stukje dus hiermee te maken. Het is een modulair systeem en flexibel in de tijd. Stel je voor dat er iets gebeurt dat één zo'n slang kapot gaat, is het niet zo dat die bewoners direct in de kou komen te zitten. Er zit daar een tijdsinterval tussen over die bron in balans brengen, wat ik net zei. Waarbij je eigenlijk altijd ook wel logisch mee kan liften op een moment dat het, als het nodig is, te repareren is. Als het al nodig is. Want wij hebben natuurlijk ook vanuit die openbare ruimte ook veel kennis en expertise in huis. Dus als het gaat om een kruising met riool of kabels en leidingen. Ja, ook die technieken die ontwikkelen zich razendsnel. En ook daar hoef je lang niet altijd meer je verharding voor op te breken. Alleen het is wel een reëel aandachtspunt. Er komt wel iets bij in die weg waar je wel van bewust moet zijn met je allen. Aan de andere kant, nogmaals, als we zien wat er voor 2050 moet gebeuren. Denken wij dat we dit soort ontwikkelingen en bronnen hard nodig gaan hebben. De asfalt? Ja, die rapporten van destijds die zaten ook op die 1,2 gigajoule wat nu de kunstgas ook op zit. Alleen die zijn, die kunstgasvariant, die optimalisatie wat erin zit, dat heb ik het over actief koelen. Dus hij is, van mij heb je er verstand van, hij is met bepaalde ingangstemperatuur gemeten tot 25 graden opgewarmd. Maar je kunt dat nog verder uitknijpen, dus door die draaiuren te vergroten, noem ik het maar, van die collector. Dus die 1,2 is gegarandeerd, maar ook daar is met de slimme inregeling van het systeem nog meer uit te halen. En eigenlijk in eerste instantie was de verwachting en is waarschijnlijk zo dat asfalt natuurlijk een iets betere geleider nog weer is dan dat kunstgras. Het kunstgras zit toch iets een isolerende, vertragende werking in. Dus wat we nu hebben gemeten met kunstgras, destijds met asfalt, voor beide geld, met de slimmere ideeën van inregeling die er nu zijn, zijn die 1,2 gigajoules wel de minimale waarden waar we nu vanuit gaan. Dus technisch veel vragen, aandachtspunten die allemaal zeker in goed overleg op te lossen zijn. Waar je dan ook tegenaan loopt is het juridisch vooral. En die is denk ik nog wel complexer, wat aan het begin ook al werd gezegd.
Want eigenlijk wil je een lokale collectieve energievoorziening, wil je een stukje ruimte of een object van iemand anders gebruiken. Van de gemeente, van de provincie als het gaat om wegen. Of van de gemeente of sportvereniging als het gaat om die velden. Ja, dan heb je wie is het beleid, wie neemt initiatief, van wie blijft het, wie is eigenaar, wie is verantwoordelijk. Al dat soort vraagstukken zijn er. Welke rol neemt die gemeente daarin in? En het gaat natuurlijk die assets, hè, die objecten waarin wij die dingen toevoegen. Die primaire functie, die moet natuurlijk altijd overeind blijven. Dus een weg moet begaanbaar blijven. Een veld moet bespeelbaar blijven. Dat kan allemaal. Ja, de gemeente die kan daar ook verschillende rollen in kiezen. Ze kunnen meer een faciliterende rol hebben. Hè, dat ze alles overlaten zeg maar, aan initiatieven van anderen. Of ze kunnen zelfs zover gaan van ja, wij willen eigenaar worden. En dat is toch wel ook de uitspraak die onlangs wat gedaan is. Dat er van de overheidswegen in ieder geval meer zeggenschap komt over die warmtenetten om ook excessen te voorkomen qua prijskoppelingen. Eigenlijk is die rol wat wij ook beoogd hebben met Endless, is dus een coöperatief model van laat die gemeente inderdaad aangehaakt, laat die afnemers aangehaakt, dat ze zeggenschap hebben. Gewoon eerlijke prijs voor wat nodig is. Maar je ontwerpt het dus in balans. Dus dan een vraag die bijvoorbeeld nu naar voren komt bij die kunstgrasvariant, is dat de sportvereniging denkt, hey, dat is mooi, dat is mijn veld, kan ik dus heel goedkoop energie krijgen. Dat kan uiteraard, maar in totaliteit zitten er kosten aan gebonden voor die aanleg, voor het onderhoud, ja, die wel terugverdiend moeten worden. Dus als de ene wat minder betaalt, zal de ander wat meer lasten krijgen. Dus daar moet je goede gesprekken over aangaan. Heb je dat voor onderhoud aan? Ja, behalve het zelf. We moeten nou, zelf laten zien, 25 jaar mee. In feite niks. Er zit nagenoeg geen onderhoud aan. Het is alleen, je moet je systeem, het zit met name denk ik in de meet- en regeltechniek, dat soort zaken. Die moet je natuurlijk wel up-to-date houden. Die bodembron heeft het onderhoud nodig. Vraag me niet specifiek welke, want dat is niet mijn achtergrond. Maar in de basis is het niet heel schokkend onderhoud. Wat ik zei, het onderhoud, een kunstgrasmat die moet ongeveer eens in de 7 tot 10 jaar vervangen worden. Een asfaltdeklaag, 8 tot 12, 15. Dat onderhoud is allemaal gewoon mogelijk en kan ook gewoon door een andere partij gedaan worden. Alleen wat wij zeggen is, hou ons als partijen die het systeem kennen en ontwikkelen, omdat het onderdeel uitmaakt van zo'n energievoorziening, ja, hou die partijen er wel aangehaakt dat er geen verkeerde dingen mee gebeuren. En dat is een beetje het spanningsveld wat je nu merkt met gemeentes. Van ja, dat is toch wat eng aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik van ja, bij de huidige netbeheerders van gas, netwerken, water, stroom, is het ook niet heel veel anders. Maar is het ook niet zo dat we, tegenwoordig heb je natuurlijk gasleveranciers en stroomleveranciers, maar we worden steeds meer zelfvoorzienend. Mm-hmm. Het gas gaat eraf, maar we hebben zonnecollectoren op het dak. Ja. Is het niet zo dat straks die energieleveranciers dat die gaan zeggen van, weet je wat, wij gaan in die gemeente gaan wij wegen aanleggen om daar van energie te voorzien? Hoe bedoel je? Ze niet willen gaan proberen. Zo van, ze missen natuurlijk straks de inkomsten die ze nu hebben. Mm-hmm. Het leveren van gas of. Ja, zo bedoel je. Ja. Dat zij op dit soort ontwikkelingen ook inhaken. Ja, dat lijkt me toch. Dat ze een beetje in de voorhand blijven. Zo van, dan hebben we nog een beetje vingers in de pap. Ja, dat zou zomaar kunnen. We hebben wel met netbeheerders en zo ook gesprekken gehad, uiteraard. Zij zien er wel wat in, maar nog niet direct dat ze meteen vol enthousiasme aanhaken. Zij hebben ook hun eigen route tot nu toe die ze daarin kiezen. En ik ben ook van overtuigd dat wij iets heel goeds hebben. Maar ik zeg niet dat wij de enige goede zijn. Er zijn natuurlijk gewoon meer opties. Alleen nogmaals, als je ziet wat er de komende, het is nu nog 28 jaar, moet gebeuren. Dan denk ik ook dat we ze allemaal al heel hard nodig gaan hebben. Dus, ja. Ik doe even, de volgende was ook samenvatten en vragen. Dus, Waarom zou iemand kiezen voor een warmtenet, als mm-hmm. je kan kiezen voor je eigen zelfvoorzienend zijn? Waarom zou je dan kiezen om met elkaar en dan verder ja. te zijn? Ja, nee, goede vraag. En nu ook met het harde rug, want ja, ze draaien en de kraan dicht en je ja. Dus, waarom zou je dan niet kiezen voor jezelf? Individueel kan ook altijd. Er zitten voor- en nadelen aan. Voordeel is inderdaad minder. Ik kan alles zelf regelen, organiseren. Nadeel is van ja, je hebt op je eigen trein wat nodig. Dus ofwel je gaat met die bodemlussen werken, dat moet je allemaal regelen, organiseren. Of vaak is dan een luchtwarmtepomp achter iets. Nou ja. Ten eerste die dingen, ja, die nemen ruimte in.
Volgens mij worden ze beter, maar ja, ze zijn zichtbaar, ze maken lawaai. Nou ja, dat is een voordeel van het systeem wat wij hebben. Het is allemaal onzichtbaar buiten je eigen trein. Efficiëntie is wat discussie over. Nogmaals, ik kom niet uit die wereld. Alleen logisch redeneren denk ik, ja, als je ziet hoe die warmtepompen werken. Als je dus constante aanvoer hebt met die bodemkoppeling, voelt dat logischerwijs wel wat betrouwbaarder. En dat verschil is gewoon constant en minder. Maar ja, natuurlijk kun je particulier wat doen. Aan de andere kant zijn er dus ook heel veel, en de term is de laatste jaar ook wel voorbij gekomen, hè, energiearmoede. Er zijn gewoon heel veel mensen die dat financieel niet kunnen dragen, die niet de ruimte hebben, waar woningen niet geschikt zijn. Dus ja. Nogmaals, we hebben iets heel goeds, maar er zijn meer mogelijkheden, dat zeker. Collectief is trouwens wel een voordeel. Als je dit soort dingen collectief doet, wordt het per deelnemer wel voordeliger dan ieder individueel. En de opslag, hè, met de open bron en de gesloten bron, mm-hmm. zijn daar, en je zei ook altijd, zijn bovenperkingen, en zijn daar naast een bodemopslag, zijn er ook andere manieren om die energie op te slaan? Ja, zeker. Nee, maar je hebt een open systeem, je kunt met gesloten lussen. Er zijn tegenwoordig andere soorten buffervaatachtige dingen. Ja, daar zijn veel ontwikkelingen in gaande. De systemen die er liggen vanuit met asfalt zijn allemaal nog wel met zo'n open bodembron. En dat is met name omdat die qua ruimte en qua kosten, als je het hebt over de kostprijs per energieeenheid, toch in het algemeen als meest gunstig uit de bus komen. En dus een stukje ruimtebeslag, want je gaat de diepte in en niet de... het horizontale vlak, zeg maar. Ja. Ja. Dat afstand van ongeveer 7 tot 12 jaar mee. Dan leg je dit allemaal laag overheen, dan moet je die andere laag weer afbreken. Nee, dat 7 tot 12 is puur de deklaag. Dus het bovenste laagje, 3 à 4 centimeter, is bij alle asfaltwegen zo. Dat is de laag die het meest onderhoud nodig heeft. En dat is ongeveer in dat tijdsinterval. In principe alles wat daaronder is, zolang het goed is, kan dat gewoon blijven zitten. En de ervaring is dus, met dit systeem er is, wordt dat alleen maar beter. Omdat het en door die sterkte wat het heeft, maar ook door die afkoeling gewoon stabieler blijft. Dus qua belasting en dat soort zaken zien we eigenlijk nagenoeg helemaal geen risico's. Het risico zit erin. Als een keer dus met een kabel iemand zegt, ik moet door die weg heen, ik moet mijn asfalt daarvoor opbreken. Nou ja, nogmaals, daar zijn ook heel veel andere manieren voor te bedenken. En als het moet, dan is het nog zo dat je een deel van je systeem gewoon kan afsluiten. Dus dat het niet direct... Er komt niemand in de kou te zitten, mocht dat een keer voorkomen. Dat is wel een belangrijke. Ja, even samenvattend. Wat we proberen mee te geven is een stukje omdenken. Van, ja, weet eigenlijk heel simpel, van op daken kent iedereen het inmiddels. Die zon die schijnt erop, je kunt er energie op uitwekken. Ja, zo heb je eigenlijk heel veel oppervlakken die je op een... dubbele manier kan benutten en die we naar onze mening ook hard nodig gaan hebben in die transitie. Omdat het nagenoeg overal ligt, kan het volgens ons ook een hele grote bijdrage daarin leveren. De principes zijn best eenvoudig, maar het is dus complex om te realiseren. Nou ja, allerlei vragen die je nu ook hoort, die opdoeken. Eigenaarschap waar je mee te maken hebt, nou, noem alles maar op. Grofweg is het maken goede afwegingen, kosten, ruimtebeslag, hinder, wie nu een deel. En elke situatie is echt dus wel maatwerk. Wat is nou je beste bron? Hoe ga je je systeem inregelen? Is dat dus onder lage temperatuur naar de afnemers? Of centraal opwekken en onder hoge temperatuur? Dat zijn allemaal dingen die je goed moet bekijken. En die laatste, denk een oplossing, niet in problemen, een beetje een dooddoener. Maar die is dus dan meer voor de gemeentes, de overheden noem ik het maar. Van, ja, we gaan wat extra's toevoegen aan die weg. Je kunt allerlei problemen zien. Maar denk ook in die mogelijkheden en in de bijdrage en de potentie die het heeft. Dat is wat we mee willen geven. Dit was mijn presentatie, dus ik weet niet of er verder nog vragen zijn. Er zit wel op het product in asfalt wel. Op dit moment zijn we dus een kunstgraan ontwikkelen. De rest van het systeem, dat is deels op de kracht. Dat zijn eigenlijk gewoon bestaande technieken natuurlijk. Die WKO's, de warmtepompen. Maar waarom komt het dan niet los, hè? Ja, onbekendheid denk ik. Toch complexiteit. Kijk, we komen vanuit die infra, daar merken we het altijd al. Ik ben net ook al gezegd, ook aan, als je het hebt over materialen, grondstoffen, circulair. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Waar iedereen langzamerhand steeds meer ambitie in heeft. En toch, als er eenmaal een project is... dan zie je dat het toch vaak lastig is dat erbij in te krijgen. Omdat
ja, het werkt immer zo. De projectleider heeft een project, die heeft een budget, die moet iets maken. En alles wat daar extra bij komt, is lastig. Ja, hier gaan natuurlijk wel allemaal dingen extra bij komen. Zeker als je het hebt over afnemers, et cetera. Niet anders dan bij andere warmtenetten. Dat zijn langere trajecten, dus dat maakt het wat lastig. Dus tot nu toe is het ook een stukje bekendheid krijgen. Zien dat we in die volgende ressen dit soort technieken ook gewoon worden onderkend. Ja, en dan langzamerhand dat balletje al aan het rollen komen, is de verwachting. Hoe recyclebaar is zoiets? Hè? Als je weghalen, kan ik me iets bij voorstellen. Als je een normale weghalen, kun je dat allemaal recyclen. Hè? Ja. Als het materiaal kan hergebruikt worden. Maar als je buizen in het asfalt gebruikt, hoe makkelijk is dan het asfalt dan te recyclen? Of is dat ook nog nodig? Ja, het is ooit een proef mee gedaan, heb ik me laten vertellen. Dus dat je die lagen waar het in zit, want er zitten dus kunststofleidingen et cetera in. Als je die apart uitvreest, dan kun je hem op basis van gewicht, is dat denk ik vooral, kun je die nog weer scheiden in deelstromen, zeg maar. Oké. Ja. Die kun je nog een keer gebruiken met juist, en bij een veld, bij een kunstgrasveld is het zo dat eigenlijk alle onderdelen er in die zin los inleggen en sowieso weer los te recyclen zijn. Ja. Waarbij met asfalt natuurlijk ook geldt dat wij in de algehele ontwikkelingen die er zijn op asfalt, als je het hebt over lagere temperatuurmengsels, biobased en zo, ja, daar gewoon op meeliften. Dat kan ook. Ja, tot zover de vragen. Nou, ik wil jou in ieder geval bedanken voor dit verhaal. En ik zat net al te bedenken, ik denk ik moet in ieder geval goed luisteren, want hoe ga ik dit afsluiten? Wat voor woorden kan ik daaraan besteden? En ik vind dit plaatje wel mooi. Mm-hmm. Dus daar wil ik nog iets over zeggen, dan sluiten we hem af. En dan laten we ook onze spreker niet met lege handen naar huis gaan. En dan kunnen jullie zo meteen je lesrooster volgen, zeg maar. Mocht er nog een vraag hierop komen, stel die gewoon. En ik wil ook even tegen de mensen die online aanwezig zijn, daarom heb ik de telefoon zo in de hand, van als je vragen hebt online, stel die even, want dan komt die hier bij mij op het scherm uit. En dan kan ik namens jullie die vraag aan de spreker stellen. Nou, ik heb het al gehad aan het begin over anders kijken, anders denken en anders doen. Nou, hier zie ik hem terug en we hebben dat niet afgesproken met elkaar. We hebben het wel voorbereid, maar dat hebben we niet afgesproken. Het omdenken. Dat is één wat ik zie. En ik hoop dat jullie na aanleiding van deze presentatie, van dit verhaal, op een hele andere manier naar die openbare ruimte kijken. En misschien hadden jullie dit wel eens een keer op deze manier gehoord? Dit verhaal? Jij wel? Ja? Mooi. Altijd goed dat je het ook een keer gehoord hebt. Misschien is het nu weer, is dat weer aangevuld en zit het nog veel meer in jouw systeem om er echt iets mee te gaan doen. Nou, het tweede vind ik, want we hebben het over bouw en infra. En dan zou je zo zeggen, als ik hier zo sta, het zijn twee werelden. Op zich, maar dat is dus niet zo, dat zie je ook in dit verhaal. Die buitenruimte speelt een aandeel in die energietransitie. Dus in die gebouwde omgeving. En dat betekent als je dan kijkt, denkt en doet, dat je dat niet alleen doet, maar dat je dat samen doet. En dat staat hier ook, hè? We kunnen het niet alleen. Nou, als je dat ook meeneemt bij alles wat je doet, hier op school, in de klassikale les of in de projecten of wat je ook allemaal doet, maar ook zo meteen als je op stage bent in het bedrijfsleven. Dat je daar op die manier in gaat staan. Ik vond het gewoon een mooi verhaal dat we een laagje toevoegen, zoals je zei, aan die buitenruimte. Ja. En dat zelfs de constructie van die buitenruimte met een technische toepassing ten gunste van die energietransitie, dat die constructie ook nog verbeterd kan worden. Zelfs. Dus een mooie boppenslag, zoals wij dat op zijn Fries noemen, kun je hebben. Nou, daar wilde ik hem ook mee afronden. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Ik bedank eerst nog de spreker voordat we jullie zo meteen weglopen. We laten sprekers nooit met lege handen weggaan. En we hebben namens Centrum Duurzaam, maar zeker ook namens Drachten, locatie Drachten, hebben we eigenlijk 2% voor jou. Dus die wilde ik jou nu nog even overhandigen. Dat is in ieder geval een... iets van een dopper, niet helemaal, maar wel een flesje. Ja, heeft hij net wel gezien. Oh, kijk, nou, had je laten zien. Dus ik weet niet of je hem hebt, en als je hem hebt, dan maak je iemand anders er blij mee. En volgens mij ben jij een Twent, of kom je uit Twente? Klopt, ja. Klopt dat? Nou, wij willen hier. Ik vind het heel mooi dat een Twent ons als Fries dit verhaal komt vertellen. Maar we willen, als je zo meteen teruggaat, je zit vanavond thuis, dat je toch nog even aan het mooie Fries Kaloon
denkt. Dat je in ieder geval een aandenken aan ons hebt. Het zal vast smaken. Nou, nogmaals, bedankt voor jouw verhaal hier vanochtend voor deze mannen. Dank je. Houd je mee. Ja, dank je. Goed, nogmaals, jullie ook bedankt. Ik hoop dat jullie weer iets wijzer zijn geworden, dat jullie iets van geleerd hebben vandaag. Doe daar je voordeel mee. En wat ik nog persoonlijk zou willen zeggen, als ik zo naar dit thema kijk en naar de buitenruimte, een bron van energie, dan kun je ook een hele mooie praktijkvraag zou je daarvoor kunnen formuleren. Dan kijk ik even de docent aan. En daar zou je ook nog iets mee kunnen doen. Wil je hier nog een vervolger? We hebben ook samen met een bedrijf hier in Friesland, zou je iets mee kunnen doen? Het is een tip, niets hoeft, alles mag. Hey, mannen, nogmaals bedankt. Tot de volgende keer. En een goede dag verder. Op zich wel een goed idee natuurlijk, hè? Maar een keer iets te doen met het onderwijs. Ja, als in een project.